Ik ga vandaag een hut bouwen. De slaapruimte en de woonkamer. Het was een heel leuk verhaaltje over een stel dieren in het bos, waar het bos in brand staat. En alle dieren, groot en klein, staan erbij te kijken. En op een gegeven moment denkt één kolibrie van, fuck it, ik ga er iets aan doen. Dus die vliegt naar het meer toe en die pakt één druppeltje in zijn bek. En die vliegt over dat bos heen en doet dat ene druppeltje op die enorme bosbrand. En alle dieren staan daarbij te kijken. En die denken, ja, wat is die gekke kolibrie er aan het doen? Die blust die brand toch nooit? Totdat in één keer de bever besluit om mee te gaan doen. En dan de olifant met zijn grote slurf besluit om mee te gaan doen. En dan de hele keten in één keer mee gaat doen. Dus iedereen heeft toch wel zo'n rol. Plop. Zo. De meeste mensen weten dat het er nogal slecht aan toe is. Nou ja, slecht. Dat er iets aan gedaan moet worden in ieder geval. Ja. Ja, want ik had een achtergrond in industrieel ontwerpen. En op een gegeven moment, er was helemaal geen aandacht eigenlijk dat er naar duurzaamheid ging. Of naar het hergebruik van materialen of dat soort dingen. Hè, wat het een beetje was, in mijn beleving, er is een of ander probleem. Je kijkt door je ontwerpbril naar dat probleem. En je maakt een of ander product wat dat probleem oplost. Vaak zijn dat dan producten die na 5 jaar of overbodig zijn of een hoop afval veroorzaakt en... Weet je, dat is een beetje hoe ik ernaar keek. Ik vind ten eerste een probleem moet je niet altijd door die bril oplossen. Je moet gewoon kijken naar het probleem en wat is de beste manier om het op te lossen. Maar ik had geen zin om producten te gaan ontwerpen die na een tijdje op de afvalberg zouden belanden. Dus toen had ik zoiets van ja, maar dit vind ik leuk. Dit is echt ontwerpen zoals ik geloof dat men moet gaan ontwerpen. That area is still empty. Our houses will be built there, and this is the area where we live now, in not so sustainable houses. This is what it's all about. What we want to do with this neighborhood is we want to make it climate proof. The bottom line is we don't want any waste. Not now, not while we're gonna build the houses, and not in 50 years when we're gonna take them apart. So that's a challenge. De huizen zijn gemaakt van allemaal duurzame materialen, maar het is dus in een vorm van een bloembad. Dus het heeft maar 2 hoeken elk huis. Dat is wel heel bijzonder. Wij vechten nergens tegen. Wij vechten voor iets. Wij laten zien hoe je duurzaam zou kunnen leven. En we proberen niet negatief om te gaan met dingen die niet goed gaan. We willen laten zien hoe dat ze wel goed kunnen gaan. Een vriend van mij vraagt van, hoe is het op de bioboerderij? Ja, dat is juist ook wat we willen laten zien. Ik denk dat er heel veel ecodorpen zijn ook redelijk primitief. In die zin dat ze low-tech zijn. En dat ze gewoon, veel handwerk denk je dan aan. Hè? En veel tuinieren en dat soort dingen. Ik denk dat, ja, tenminste mijn wens is om echt om te laten zien dat duurzaam leven geen stap terug hoeft te zijn qua comfort en gemak en technologie en dat soort dingen. Dat we gewoon lekker op ons moderne traject door kunnen gaan. Alleen dan op een manier die in harmonie is met de natuur. Dat is eigenlijk mijn droom. Heel veel bedden hier achter mij zijn eenjarige bedden waar je dus gewoon echt groente op verbouwt. Alle dingen daaromheen wordt voedselbos. Dat zijn nu nog allemaal hele kleine plantjes en boompjes. Voedselbos aan moet je een soort denken aan een soort boomgaard met heel veel fruit, noten en bladeren die je allemaal kunt eten. Dat is zeg maar klimaatresistenter voedsel verbouwen dan eenjarige gewassen, want daar kan veel meer mis mee gaan. Dus dat is al iets waar we hopen best wel wat mensen mee te kunnen voeden, zonder dat er al te veel werk voor nodig is. Alle mensen zitten in cirkels waarin ze allerlei thema's bedenken en allerlei oplossingen bedenken. En kinderen die hebben hun eigen speelcirkel. Net als dat wij
ons eigen leven mogen vormgeven, proberen we dat bij hun ook aan te leren, zodat ze beseffen dat de wereld vormgegeven wordt door de mensen die op dat moment de beslissingen nemen. En zij mogen ook hun beslissingen nemen, zij mogen ook meedenken. Nog wat water erbij. Ik vind eigenlijk het allerleukste. Ja, alles is heel erg leuk, maar het speelplek is toch wel het leukste. Ja, je kunt er een heel romantisch beeld bij hebben, bij zoiets. En het is ook heel vaak gewoon heel relaxed en heel leuk en heel gezellig. En soms is het gewoon wat zwaarder. Ja, ja, het is tegelijkertijd is het gewoon een heel hevige periode. Want je moet gewoon, ja, je voelt toch ook al een zekere verantwoordelijkheid om je goed in te zetten voor het project. En er is gewoon heel veel onzekerheid met hoe het allemaal gaat lopen. Dus wat dat betreft heb je ook gewoon, maak je momenten mee dat je er gewoon helemaal doorheen zit, zeg maar. Dus en dit land staat stijf van de regels, waardoor er gewoon heel weinig mag. Als je wonen en werken en landbouw op één stukje grond wil integreren, dan loop je gewoon vast vaak. En even kijken, het is gewoon duur. Heel veel ecodorpen die zitten ergens in Portugal of in Noorwegen of ja, Duitsland, waar de grond ergens ver weg afgelegen is, goedkoop is. Ja, daar komen normaal de ecodorpen. Want ecodorpen worden doorgaans niet gebouwd door mensen die heel rijk zijn. Dat zijn mensen die vaak zelf met de voeten in de klei staan. Dus dan ga je naar plekjes kijken waar het goedkoop is. Maar ja, dat vond ik ook het leuke aan hier. Van ja, als ik ergens duurzaam wil gaan leven, dan wil ik dat gewoon thuis kunnen doen. Dus daarom vind ik ook wel leuk dat het hier gewoon lekker in Brabant is, zeg maar. Het gaat mij veel meer om dat we die duurzame toekomst gaan verwezenlijken. En Brabant, het zou mooi zijn als Brabant daar een pionier in is en laat zien hoe het kan. Zodat het voor andere provincies ook veel makkelijker is om dat over te nemen. Dus vandaar dat het voor mij heel belangrijk is. En het helpt ook om te laten zien dat het ecodorp inspirerend is. Want dat kan ook weer elkaar versterken. Die visie is natuurlijk een visie op langere termijn en die is, daarmee bepalen we samen de stip op de horizon, dus de lange termijn visie, hoe Brabant er gezonder, veiliger en duurzamer uit komt te zien. Ja, dat moeten we samen doen. Een gezonde leefomgeving, een duurzamere leefomgeving, dat zijn hele lastige, complexe dilemma's en materieën waar we dan voor staan. Dat kun je dus niet alleen, dat kun je niet hier vanuit de toren van de provincie bedenken, daarmee moet je gewoon echt in gesprek met die Brabander die daar ook verfrissende ideeën over heeft. De regelgeving is vaak zo belemmerend en ingewikkeld dat hele goede initiatieven van die Brabander doodgeslagen worden, waardoor het initiatief niet tot ontplooiing komt. En Ad is wel, heeft wel zo'n voorbeeld in handen, waarbij het een voorbeeld is voor de toekomstige manier van werken, dat wij dus met onze omgevingsvisie dergelijke initiatieven mogelijk moeten maken en niet dus belemmerend moeten zijn. Nou, de eerste woning moet toch wel over een jaar af zijn. De tweede woning tot en met de tiende, die gaan gewoon ook in één stuk gebouwd worden. Dus dat traject van het bouwen van, 9 woningen, dat zou ook ongeveer een jaar mogen duren, denk ik. En dan krijgen we nog 2 cirkels, die ook per cirkel een jaar gaan duren. Dus, nou ja, als we even een doorlooptijd rekenen van 3 tot 4 jaar vanaf nu, dan zou het ecodorp er wel moeten gaan staan. Een droomfase is heel leuk, want ja, dan kan het nog van alles worden. Maar op het moment dat je echt gaat plannen en er echt iets gaat komen, ja, uiteindelijk gaat het daarom. We moeten laten zien dat het anders kan, in plaats van dat het alleen maar praten is of alleen maar dromen. Dus ik ben ontzettend blij.
Het is wel ontzettend leuk, want je woont echt met mensen op dezelfde plek met wie je je droom probeert te verwezenlijken. Dus je hebt wel een heel hechte band met iedereen die hier is. Dus dat is ook wel iets heel moois. Een onderdeel van wat we hier willen doen met dit project is ook dat we dit ook willen uitdragen. En zeg maar een inspirerend voorbeeld zijn. Ik hoop dat als het af is, dat er dan ook heel veel mensen komen kijken naar hoe we dat hier doen. En dat die inspiratie daaruit halen. En dat wij hen dan weer kunnen helpen met het opzetten van nog een ecodorp. Door dat inspirerend voorbeeld te geven, door te laten zien dat morgen ontzettend leuk kan zijn en dat je dat kunt doen met een gevoel van hé, ik heb iets, ik ga op een positieve manier om met de wereld, dus mijn kinderen kunnen trots zijn op het feit dat ik op die manier in het leven sta. Voor mij is leven in een ecodorp en doen wat we nu aan het doen zijn een middel om nee te kunnen zeggen tegen dingen die ik niet wil supporten. Door ervoor te streven naar vanuit jezelf zo goed mogelijk te doen, daarmee doe je juist je omgeving en andere mensen ten dienst. Dus dat is ook wel een mooie manier om er tegenaan te kijken, denk ik.